Zoveel geweldige stuff! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy. Ik ben er weer, jullie en ik dacht, shape! In de vorige aflevering hebben we bijna alles gedaan. En met nadruk bijna, we zijn nog niet helemaal klaar. Maar hebben we bijna alles gedaan met onze Chocobo. In deze aflevering ben ik niet van plan om eigenlijk die vier laatste hidden treasures te pakken. Aangezien dat er zijn er maar drie te pakken, de vierde die kan pas in disc 4. En ik denk dat we eigenlijk wel weer genoeg eventjes aan sidequests hebben gedaan. Tot uiteindelijk tijd is om eigenlijk naar Ibsen's Castle te gaan. En even kijken wat al die treasures doen die we allemaal wel niet gevonden hebben. Nou, Ibsen's Castle, het lijkt me het leukste om niet het luchtschip te gebruiken waar Sid O zo hard aan heeft gewerkt. Maar om gewoon eigenlijk een gemeenerik te zijn. En te zeggen van, screw it! Wij gaan gewoon via de Chocobo. Maar er is één locatie waar ik eerst nog heel eventjes naartoe wil. Er is namelijk nog één secret village waar we naartoe kunnen gaan. Don't worry, er zal niet een gigantische storyline aan vastzitten of iets. Maar er zijn ook nog altijd wel wat leuke items en synth-items te halen. Dus als wij hier richting dit huis of deze berg hier gaan. Dit huis om mijn hoofd. Gaat mijn telefoon. That moment when de phone gaat. Oké, nou, waar was ik? Oh ja. Hier dit eiland, dan kun je dus zeg maar alleen maar met luxe ship komen of met een gouden chocobo. Hier zitten geen beaches aan verbonden, dus hier kun je echt alleen maar komen met een luxe ship of chocobo. Kijk wel uit, want er zit hier een enorm gevaarlijke vijand. Ja, ik waag niet eens even. Ga weg, Mogul. Ga weg. We hoeven jou niet. Hier zit een enorm gevaarlijke vijand, namelijk een hele dodelijke draak. En ik denk dat we die eigenlijk gewoon proberen eentje te verslaan, gewoon voor de lols. Maar eerst wil ik wel even kijken wat we voor nieuwe stuff hebben, want even kijken hoor. Weet je wat, dat doe ik heel eventjes in een snelle montage. Zoals we hier al kunnen zien, de autoregen, ja die gaat gelijk eventjes, de golden hairpin, die gaat gelijk richting Zeepie. Tigerregen geeft heel erg veel attack, maar is niet echt handig voor Zelda. Plus die is nog steeds Kyurage aan het leren. En Zelda die kan ook eventjes de Garnet equippen, waardoor dat ze Bahamut kan leren. Interessant. Mach Element 0. Maar waarom ook niet? Flea Jail. Dat is wel een heel erg grote downgrade, maar het maakt niet uit, want we moeten hem toch nog leren. Daar heb ik je zin in, want dat is wel echt een enorme. Het, ja, nee. Gewoon nee. Oké, ik heb eventjes bij Zelda heel even half MP geëquipt. Waardoor dat ik Jelly en Locomotion uit heb moeten zetten. Aangezien dat half MP best wel handig is met alle summons die we hebben. Goed, dit is het nieuwe dorpje en ik ben helemaal vergeten hoe dat het heette. Want het was net in beeld, maar ik ben het helemaal vergeten. Maar ik wil eventjes nog een keer de tekst in beeld alsjeblieft. Dankjewel, daar word ik heel erg vrolijk van. Dankjewel. Dit is... Vraagteken. Nog steeds. Oké, we hebben dus nog geen naam gezien. Ik dacht dat we nou al een naam hadden gezien, maar blijkbaar nog niet. Oké, als we hier dus... Oh, dit is Daguerro. Of iets in die trend. Goed, je hebt hier dus zeg maar verschillende dingen die we hier kunnen doen. Het zijn maar een kleine... Nogmaals, het is maar een klein beetje wat we hier kunnen doen. Maar het is altijd handig om het te doen. Aangezien dat er zijn hier best wel handige dingen te kopen. Goed, je hebt hier zeg maar levers. En die willen wij dus zeg maar heel eventjes gaan plaatsen. We willen zorgen dat het linker plateautje helemaal omlaag is. En als die helemaal omlaag is, kunnen we erop gaan staan en dan zien we dat hier dus een gaatje zit. Nou hebben we hier een stok liggen en die stok kunnen we gewoon dus gebruiken om dus zeg maar hier in dat gaatje te plaatsen. De reden waarom dat je dit wil doen is, nou werkt dit eigenlijk een beetje als een lift. Perfect. Nou en als we dan dit zeg maar hier naartoe doen, zo. En dan de right lever. En dan nog een keer de right lever. En kunnen we daarop staan? Wat heb je eigenlijk te zeggen? Oh, ik zie het. Zo'n waterpressure. Ja. Ik heb de lift gefixt. Ben ik niet heel erg slim? Want dan kunnen we dus zeg maar hier naar boven te komen. En dan kunnen we bij deze gast komen. En deze gast die zegt, hey, de lift doet het weer. Dankjewel. En dan gaat zijn winkel open. Nou, dan kun je hier dus zeg maar heel erg veel dingen kopen die dus zeg maar wel handig zijn in je quest. Een extra Gladius. Zorlin Shape, die hebben we toevallig al. Roomblade. Gewoon kopen. Gewoon kopen. Tiger Fangs hebben we ook nog niet gekocht. Gewoon doen. Die hebben... Dit is zeg maar echt de items die je niet hebt in verband met Synth. Je weet wel dat je kan items toevoegen. Dat je die echt zeg maar wel hebt. Daar wil ik ook. Doe maar twee.
Coronet. Ik zie hier een Twist Hairband, daar heb ik maar één van. Daar doe ik er twee van. En Diamond Helm. Het lijkt wel weer Minecraft. Kijk, hier hebben we genoeg. Demon Vest, daar wil ik er ook twee van hebben. Mijn geld raakt op. Eentje dan. Ik heb echt bijna geen geld meer. Ai, ai, ai. Maar goed. We hebben in ieder geval weer genoeg equipment kunnen kopen. En als we hier naartoe gaan... die is... Nee, ik heb geen zin om mee uit te praten. Volgens mij was er eentje op zoek naar een boek. Was jij dat? Moeten we hier bij de stapel kijken? Er zijn heel veel boeken hier. Ja. En als we dan teruglopen... Ja, het is even, weer vogelen hoe dat dan werkt. Dan moeten we met hem praten en dan zeg je van... Hé, ik heb dat boek daar gezien. Oh, echt waar? Dankjewel. En dan loopt hij dus die kant op waardoor dat wij hierin kunnen. En als wij hierin kunnen... Dan kunnen we hier naar beneden toe gaan. De reden waarom dat we hier naar beneden willen gaan... Is niet echt zo boeiend, maar het is een kleine puzzel. Je kunt hier zeg maar naar beneden toe gaan en dan vinden we hier twee verschillende... Volgens mij waren het twee eaters. Wil je alsjeblieft aan de kant gaan? Die staan nogal in de weg. Ja, oh nee, twee elixirs volgens mij zelfs. Nog beter. Vergeet niet, elixirs is een... Je staat in de weg. Een elixir is dus zeg maar een... ja, ik heb hem nog niet vaak gebruikt, maar die herstelt zowel je HP als je MP 100%. Dus... En ondanks dat dit trapje naar beneden leidt, je kunt hier niet naar beneden toe. Hier, dus staat hier gewoon. Dus ja, twee gratis elixirs daar. Hartstikke handig. En ja, we willen wel naar de tweede vloer. Waarom ook niet? Everybody do the dinosaur. Dinosaur, juist. Hebben we hier nog een knopje die willen we indrukken? Ja, knopjes zijn er om ingedrukt geworden. Iets is er beneden gebeurd. Hartstikke interessant. Goed. En als we dan hier komen, kunnen we dus even kijken bij potions. Volgens mij hebben we... Ja, Magic Tag doet er nog maar even een beetje bij. En ik ben heel eventjes sorry dat we wat geld hebben, want... even kijken, daar wil ik 18 van verkopen. En hoeveel eaters hebben we op dit moment? 35. En daar doe ik er ook nog 15 van verkopen. Gewoon 15, niet te veel. Oké, goed. Dan zit hier namelijk nog een... Ben jij de Sinter? Nee? Nee? Je bent een zeurkous, je boeit niet. Mooi. Ben jij de Sinter? Nee? Jij de Sinter? Ja, de Sinter! Oké, we hebben hier dus zeg maar de Sargathanas. Die we dus zeg maar nou kunnen maken. En dat is dus een sterke zwaard voor Zeepy. Altijd handig om die te hebben. Magician Rope. Glutton's Rope. Mithril Fork en Cotton Rope. Oké. White Rope. Holy. Raise the Shadow. Ik denk er eentje van maken. Ha, daar hebben we er alleen van. We hebben earrings. De meeste items hebben we eigenlijk al. Reflect ring, feather boots, black belt, full rogue, promise ring, battle boots. Hé, we hebben nog geen battle boots. Ik wil battle boots! Rebirth ring, daar hebben we er twee van. Angel earrings, die hebben wij één. Die heeft iemand geëquipt, geloof ik. Daar heb ik geld voor nodig. En we kunnen hier ook alle dingen maken. En we kunnen ook de Thief Clothes. Maar de Thief Clothes die kosten gewoon een kleine 50.000. Geloof me, die wil je niet centen. Deze wil je hier niet kopen. De reden waarom is, deze kun je namelijk op een goedkopere manier. En zonder gebruik van die items kun je aankomen als we wat meer geld zouden hebben. Ik wil eigenlijk wel kijken of ik die Angel Earrings wel te pakken kan krijgen. Is dat niet degene wat ervoor zorgt dat... Want er was één ding wat Shadow absorbeerde. Maar... Thunder, wind, ijs. Nee, ik zie het nou niet op dit moment. Ik weet zeker dat ik die fairy earrings heb. Nou, weet je wat? We gaan... Hey, hallo. Je hebt geen brief gekregen. Dat is dan heel jammer voor jou. Ja, ik heb nog heel eventjes opgezocht hoe dat Mognet Central eigenlijk zat. Ja, ik heb het opgezocht, omdat ik heb hem nooit gecompleet. Het blijkt ook dat ik weet waarom dat ik hem nooit gecompleet heb, dat ik al vergeten ben. Mognet Central is pointless. Alles wat je doet met die brieven te brengen, moet samen in combinatie met de Chocobo sidequest. En het enige wat je ervan krijgt is een promised ring. Ik zal Mognet Central wel willen laten zien. Hallo. Ja, we hebben treasure. Kun je dit zien? Oh, wat mooi. Weer. Oké, spannend. Dus wat is mijn treasure? Hoezo is mijn treasure rank F? Hoezo? F minus, minus, no point voor stel. Weet je wel hoeveel ik heb gevonden met de chocobo's? Zoek daaruit. Wat is dit? Een Capricorn. Oh, dat is een van die stelli-dinges. En die moeten we ook nog doen. Maar later. En als we dan hier komen, dit is geactiveerd. Dragon God's Blessing to the Stone.
Oftewel, dan moet er een paar oors in gooien. Nou, het ligt eraan hoeveel oors dat je erin gooit. En dan krijg je dan aquamires voor die handig zijn om te healen. Dus laten we er 50 in gooien, maar maakt het uit. Wauw. Ze zijn getransformeerd in 12 aquamire. Dus, ja, ik denk tot zo'n 5 stenen ongeveer, zeg maar, een aquamire zijn of zoiets. Ik wil iets in die trend. Goed. Ik wil heel eventjes nou kijken of ik nieuwe equipment eventjes kan doen van wat we hebben gekocht. Dat is altijd heel erg belangrijk om dat heel eventjes te checken. Sowieso het nieuwe zwaard voor Zeepie. De Sakatatananas. En die heeft Petrify as S-status. Golden Happy met jou aan het leren. Ik geef heel even snel doorheen, jongens. Oké, via de Coronet kan de Towler Return Magic leren. Dat is alleen maar gunstig. Graag. De Black Rope, die zorgt voor MP plus 20% Flare en Reflect. Goed, leren. De Tiger Fangs, die zorgen ervoor dat je eigenlijk revive kan leren. Maar zoals je ziet, die hebben we al geleerd en het doet minder schade. Dus die hebben we niet echt nodig. Dus zinloos dat we het gekocht hadden. Oké, de Power Vest, Gamble Defense. Niet dat we hem echt nodig hebben, maar het geeft wel wat buffs. Dus altijd handig. En dan zijn we ermee klaar. Goed. Nou, voordat wij ook maar iets gaan doen. Ik wil jullie die draak laten zien. Hij is onmogelijk om tegen te komen op disc 1, zo erg is het. Maar ik wil jullie deze draak zeker al eventjes laten zien. Dus ik doe heel eventjes even, want ik heb niet echt de... ik heb niet echt een goed vertrouwen erin dat ik hem zeg maar al kan gelijk verslaan. Want we zitten op level 47, dus we zouden hem aan kunnen. Want hij kan echt flinke klappen uitdelen, dus daar wil je zeker vooruit kijken. Goed, nou, we hebben opgeslagen. Komt u maar, draakje. Draakje? Draakje? Draakje! Echt, normaal gesproken heb ik 300 random encounters. Goed. Hier kom je altijd die draak tegen. En ik lach maar nou helemaal schil als het die draak niet is. Dat was schil. Dit is een gimmicat. Gimmicat die gaat vragen om diamanten. Geef hem ze niet. Dit is een truc. Hij gaat je uitlachen. Hij blijft je aanvallen. En waarom hiel jij hem? Goed, het is tijd voor Bahamut. Die hebben we nog niet gezien. Geen healer equipped of zo. Nou ja, maakt niet uit. Wij willen ook Flare eventjes zien. En over Flare gesproken doe jij maar Flare. En dan doe jij No Mercy. Ik weet niet waarom dat jij hem healde, maar daar ben ik het niet mee eens. In ieder geval, dit is Bahamut. Dit is de summon die Queen Brain heeft gekillt. En Garnet gebruik je niet meer vol, dat zie je. Oké, 2945 is niet echt veel, maar goed, maakt niet uit. Hallo. Oh, je bent al dood. Dat is jammer voor je. Maar goed, hij vraagt altijd om een diamond. Geef hem die diamond niet, want je krijgt er niks voor terug. Hij slaat je alleen maar in je gezicht. Nou, je krijgt ook maar 1 experience voor een 3 AP. Ten dagen hebben we al geleerd, dat is alleen maar handig. Dus, en 5000 chill. Dat is ook wel handig. Maar, wij zijn hier voor die dragon. Draak. Nou vraag ik me eigenlijk af, waarom hield element attack wind? Oh, jij valt aan met een element aanval. Oké, weten we dat ook weer. Dus je hebt een element aanval genaamd wind. Oké, dus dat beest kan geheeld worden door wind. Blijkbaar. Goed, maar ik dan nu de draak. Ik dacht echt dat het alleen maar de draak hier zou komen, omdat dat meeste... Ja, hebben we hem al. Dat eigenlijk de enige is die ik er altijd tegen ben gekomen. Nooit een gimmicat, maar goed. Dit is één van de gevaarlijkste random encounters die je tegen kan komen in Final Fantasy. Geloof me, deze is heel erg gevaarlijk. Ik wil er gewoon nog een keer een Bahamut op. En jij doet hem gewoon een aanval. En Venom Breath. Antidote. Oh boy. Oh fijn, en dan krijgen we eerst Mega Flare. Oh, dit gaat mij heel erg veel HP kosten. Krijg ook nog eens een keer de hele cutscene. Joepie! Het nadeel van Summers is, als je dus zeg maar een status effect hebt, plus mijn karakter heeft haste, dat hij dus sneller en langer die schade blijft krijgen. Nou ja, draak versus draak, dat is eigenlijk best wel gunstig. Dat is eigenlijk wel interessant. Dat is eigenlijk best wel swell. Boom! Hier, kijk, dat is al een stuk beter. Oh, echt serieus, zie mijn schade. Mis! Destiny, raak eens in een keer, joh! Oké, jij doet aanvallen. Aanvallen. Juraga!
Dit gaat pijn doen. ...2000 schade. Ja, ik had het al gewaarschuwd. Dit gaat pijn doen. Oké, kunnen we Flair nog een keer zien? Want die hebben we net niet kunnen zien. Hoppakee. Nou doen we de schade. Oké, nou komt Kyuraga eruit aan Q. Kun je nagaan. Dit beest kun je gewoon tegenkomen in disc 1. Nou ja, het wordt wel gewaarschuwd dat je dus zeg maar... dat het gevaarlijk is om die kant op te gaan, laat ik het zo zeggen. Flair is eigenlijk ook best wel een mooie aanval. 4900. Nou, we hebben sterker gezien, trouwelijk. Nou ja, natuurlijk heeft dat beest ook, ik weet niet hoeveel, voor een grote defense. Maar goed, dat waren eigenlijk de dingen die ik zeker nog wou laten zien. En je krijgt er een leuke experience van. Dus, leuk om te levelen. We zitten al bijna op level 50, dat gaat alleen maar goed. Mooi. Maar goed. Nou, zonder al die side dingetjes. We hebben equipment veranderd. We hebben gekeken hoe dat alles eruit ziet. We hebben gezien hoe dit dorpje eruit ziet. Die onderdelen die halen we binnenkort nog. En over de Robe of Lords die je dus zeg maar kan krijgen van de Chocobo minigame tot dat 10.000 punten kost. Doe dat niet. Echt serieus. Je hoeft niet 10.000 punten ervoor te spenderen. Wat je eigenlijk moet doen is... Of je doet alle Stelizo equipment halen. Of je doet een black rope met een light rope combineren. Dan krijg je de Rope of Lords. Dus het is echt zinloos om al die punten zeg maar daar gaan verzamelen voor één. Dat schiet gewoon niet op. Goed, wij zoeken naar een krater. En wij hebben de vorige keer hebben we per ongeluk al geëncounterd. Staat hier al eigenlijk. Ik weet niet, even kijken. Chocobo's Air Garden die daar nou zit. Daar zit, oei, Levert. Daar. Ibsen's Castle. Oké, nou dat is dus gewoon dit paadje hier volgen. Is niet zo moeilijk. Best wel decent. Dus dan zou het hier. Over de heuvel en door het woud gaan wij naar Ipsy toe. Ja, daar hebben we de krater. Mooi. Nou, dit is de enigste plek dus zeg maar waar je kan komen alleen via Chocobo of via Airship. De Airship die kan namelijk alleen maar landen op grasterrein. En een Chocobo die kan alleen maar landen in forest. Dus zo hebben ze allemaal toch wel een beetje een disadvantage. Maar goed, hier zijn we dus bij Ibsen Castle aangekomen. En voordat ik daar naar binnen toe ga... Ja, we zitten al eigenlijk weer 20 minuten, nou bijna 20 minuten in deze aflevering. Ik hoef niet te zeven. Ga weg. Bleh! You'll be sorry! Alsof dat me weer begint te waarschuwen daarvoor, hè? Iedereen is goed geheeld, iedereen is goed geëquipped. Ik denk dat we klaar zijn voor Ibsen's Castle in de volgende aflevering. Dus ik dank jullie voor het kijken, sorry. Ja, een cliffhanger. Ik moet ergens een video stoppen, jongens. Dat is een video van 1,5 uur. En daar zitten we ook niet op te wachten. Maar goed, heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Morgen gaan we dus eindelijk een beetje verder met de storyline. Dus er komt weer een baas, komen weer random encounters, noem maar op. En er zit een graag plot twist aan. Maar dat zien we allemaal morgen. Dank jullie wel voor het kijken. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik weet niet of ik al gezegd heb. Boeiend. Tot morgen, jongens. Doei!